Vandaag in 't is wat, vrekkenstel Hanneke en Rob. Iedereen dacht, wat is dat nou voor een raar stel? Het 't is wat datingbureau. Het 't is wat datingbureau, goedemiddag. Maar nu eerst, ooievaar. De allemachtig prachtige ooievaar, stadswapen van Den Haag, zou nu in het zuiden moeten overwinteren. Om vervolgens in het voorjaar terug te keren om hier in Den Haag een nest te bouwen. Vast geen ooievaars dus in Den Haag op deze zonnige winterse dag. Maar wat doen al deze vreemde vogels dan hier? We zijn vandaag ooievaars aan het tellen in het weiland Rijgersbergen, vlakbij Huis ten Bosch, waar de koning woont. We doen dit om meer te weten te komen over de ooievaar in Nederland. Hoeveel overwinterende ooievaars zijn er? En tot nu toe staat de teller op 493 die er tot nu toe geteld zijn. En nou, zoals u ziet zijn we hier vrolijk aan het doortellen. De reden om hier te blijven is dat sommige mensen de ooievaars voeren. En dat stimuleert ze niet om weg te trekken. Helaas zijn ze hier nu in de winter. We zouden eigenlijk met klem willen zeggen, mensen, voer ze niet. Want die ooievaars zijn mans genoeg om hun eigen voedsel bij elkaar te scharrelen. Ik heb altijd wel voer bij me in mijn tasje en dan komen ze gewoon vanzelf op me af. Dus. Maar u hebt voer bij u? Nou, normaal als ik boodschappen ga doen, dan weet ik dat vogels mij kennen en op me afkomen. Dus. Het zijn toch heel apart, hè? Zijn snaveltje is zo mooi oranje. Nou ja, het hoort bij Den Haag dus, hè. Het staat in het wapen, hè. En in Den Haag heb ik tot nu toe het hoogste aantal van 28. 28 stuks geteld. Goed. Tot slot nog even een ooievaarslesje. Hoe loopt deze prachtige vogel? Aha. En hoe vliegt die? Prachtig. En hebben we nog een boodschap voor de ooievaars die wel naar het zuiden zijn vertrokken? Nou, een hele goede reis en ik zie jullie graag in het voorjaar weer terug. Gaan we van jullie genieten. Hagenaar Jim Modewijk tekent bijna altijd en overal. Zoals hier bijvoorbeeld in een Haags café. Hij heeft ook altijd een vulpen en een schetsboekje bij zich. Die ogen blijven maar heen en weer gaan, hè? Ja, maar ja, het tekenen is eigenlijk gewoon leren kijken. Want als je kunt kijken, dan kan je ook je pen laten bewegen op de manier waarop die zou moeten bewegen. Jim weet waar hij het over heeft. Want in zijn atelier heeft hij tientallen schetsboekjes liggen die hij in de afgelopen 30 jaar heeft volgetekend. Van de bijna 7000 schetsen vindt hij deze de mooiste. Het mooie, dat vind ik zelf het mooie van deze tekening, is dat de haarlijn van deze man, die wordt eigenlijk gevormd door die strepen die erin zitten, maar hij klopt gewoon helemaal. Op dit moment is Jim's werk te zien in Pulgri Studio aan het Haagse Lange Voorhout. Toen we bij hem langskwamen om te filmen, moest hij voor die tentoonstelling nog een laatste hand aan dit doek leggen. En ik zie dan ook weer dat ik hier nog iets moet doen bij dat suikerpotje. Want dat sluit ook niet helemaal goed aan. Zo is toch veel beter zo. Het gaat om de accenten, hè? Ik zou alleen maar vlekken maken met een vulpen, denk ik. Ja, het is gewoon een gewenning. Je moet leren tekenen met een vulpen. Want als je leert tekenen met een vulpen, dan betekent dat ook dat je heel goed moet kijken wat je doet, want het is niet meer te herstellen. Wie heb je nu op het oog? Die mensen die daar zitten, die man en die vrouw, bewegen de hele tijd. Dus dat maakt het ook altijd wel weer wat moeilijker. En ja, goed. Jij hebt de camera, je kan zien of het erop lijkt. Ik vind het zelf wel, maar ik ben niet tevreden. Straks in 't is wat, vrekkenstel Hanneke en Rob. Ik zei wel eens tijdens lezingen, dat ik me dus niet meer iedere dag douchte. Nou, dan ging er echt een zucht door die zaal van wow! Het is wat datingbureau, goedemiddag. Oh, u zoekt een vrouw. We komen eraan, hoor. Vandaag laat het 't is wat datingbureau je graag kennis maken met een 37-jarige vrijgezel uit Den Haag. Zijn naam? Gerry Stoeken. Gerry is een jonge gozer die fris staat in het leven. Houdt van humor,
lachen, dansen, muziek. Nou, ik ben dus een jaartje of 5, 6 al vrijgezel. En ik heb het reuze naar mijn zin in mijn eentje. Alleen af en toe ontbreekt er wat. En dat is toch de warmte van een vrouw. Ik zit in de autobanden. Ik ben autobandengroothandel en bezorg ik autobanden naar de garages in de regio Zuid-Holland. En in de zomer werk ik op het strand in de keuken, omdat ik toch uit de horeca kom. En dat, ja. Je bent wel iemand van aanpakken, dus? Ja, ik heb altijd werk gehad, een bezig bijtje. Ja. Dus ik zit niet graag stil. Na zijn werk is Gerry heel vaak in de sportschool te vinden. Goedemiddag. Ja. Maandag, woensdag en donderdag. Dinsdags en vrijdag zwem ik. Oh, sure. Dat doe ik ook nog. Heb je nog wel tijd voor een vrouw dan eigenlijk? Natuurlijk, in het weekend. Nou, als je 160 kilo weegt, als je 16 bent, vind je dat niet erg, want je bent jong. En... Want zo verwoog je? Zo verwoog ik, ja. Want hoeveel ben je al afgevallen nu? Nu ben ik 50 kilo afgevallen weer. 50 al? 50, ja. Ik zoek een leuke vriendin. Leeftijd onbelangrijk, uit de regio Zuid-Holland. Lief, zorgzaam, leuk, net zoals mij. Die van leuke dingen houdt, filmpje kijken, dansen, uitgaan. Gezellig knus op de bank. Ben jij degene die dat bent? Reageer dan. En misschien wordt het wat. Ik heb de eerste stap gezet, nu ben jij voor de tweede. En Fred zette vorige week de eerste stap via Tis Wat Datingbureau. Hij deed een oproep voor een nieuwe vriendin. Tis Wat regelde de twee dames die hij vanochtend voor het eerst sprak in de ochtendshow op Radio West. Spannend? Spannend, ja. Ja, ja. Wat verwacht u ervan? Nou ja, ik ben wel hoopvol. We zijn op zoek naar een date voor Fred. Fred, je had nog even een korte vraag aan de dames. We wilden nog even checken. Wie zat er op het koor? Was dat Thea, was dat Wil? Dat was Wil. Dat was Wil. En wie had er een kat? Was dat Thea of was dat Wil? Dat nee, was weer... ik heb geen kat. Oh. Oké, okay, dat was weer Thea. Ja. Dus, de keus valt op. Nou, dat zal dan wel Thea worden, denk ik. Thea, gefeliciteerd! Je gaat op date met Fred. Nou, leuk. Ja, dat dacht ik ook. En dan mag Fred zijn date ontmoeten. Goedemorgen, ik ben Fred. Ja, ik zie het. Ik ken u van de tv. Oh, ja, natuurlijk. Hij gooit gelijk al zijn charmes in de strijd. En ik heb u voor het eerst ontmoet, daar bij TV West. Daar bij TV West. Daar bij TV West. Het is crisistijd. We letten extra op onze centen. Maar hoe kun je de broekriem aanhalen? Laat je inspireren in de serie Consum Minder Wat. Vandaag Vrekkenstel, Hanneke en Rob. Ik ben Hanneke van Veen en naast mij zit mijn echtgenoot Rob van Ede. En wij zijn jarenlang bekend geweest en misschien nog wel als het Vrekken-echtpaar. Het klinkt natuurlijk afschuwelijk, Vrekken-echtpaar, maar dat vonden we juist leuk. En dat heeft ons veel bekendheid gegeven, want iedereen dacht, wat is dat nou voor een raar stel? Ja. Ja, ik was eigenlijk helemaal geen vrek hoor, in 1991. Ik was eigenlijk een big spender. Maar op een of andere manier was het voor mij een soort sport. En toen dacht ik, nou oké, dan ga ik ook echt helemaal minderen. Tot nul. Alle abonnementen weg, niet meer uit eten, geen kleren kopen, niks. Jarenlang leefden Hanneke en Rob als vrekken. Hun levenswijze brachten ze over via boeken, de Vrekkenkrant en lezingen. Ik zei wel eens, tijdens lezingen zei ik wel eens dat ik me dus niet meer iedere dag douchte. Nou, dan ging er echt een zucht door die zaal van wow. Dan zei ik, ja, maar dat is echt helemaal niet erg, want ik was me iedere dag heel goed met een washandje, maar misschien met een honderdste van het water wat normale mensen gebruiken. En wij hadden ook wel allemaal van dat soort dingen van twee op één trek, maar ook... Hoe bedoel je? Nou, dat je naar elkaar, als je 's avonds gaat slapen, hoef je niet iedere keer als je een plas doet, dat plasje door te trekken. Dan kan je ook zeggen, goh... Even wachten op de volgende doortrekken. En was dat voor jullie ook echt brood nodig om zo te leven? Nee. Helemaal niet. Want wat heeft het jullie eigenlijk opgebracht? Dit huis. We hebben een prachtig huis en dat hebben we ook bijna afbetaald. Ja. Een van de effecten was ook dat we allebei minder zijn gaan werken. Omdat we dachten, ja, we hoeven helemaal niet meer fulltime te werken. Want we kunnen voor halftime kunnen we ook makkelijk rondkomen. Halftime werken? Dat klinkt niet verkeerd. Ik zou zeggen, kom erop met die vrekke tips.
Ik doe altijd brood, ik koop het vers, vries het meteen in en ik haal per keer dat ik eet 2 boterhammen eruit. Invriezen? Nog iets extremers misschien? We hadden vroeger een ander huis, daar was een fonteintje en dan had Rob het zo gemaakt dat als je je handen waste na een plas, was je je handen en dan ging dat water ging direct van dat fonteintje in de wc. Geen afwasmachine, we wassen dood gewoon af. We hebben geen flatscreen. En tja, natuurlijk, de lichten uitdoen. Jij nog een leuke tip, Rob? Leuke tip. Oh, je hebt ook een hele goeie. Je hebt af en toe geen zin om je te scheren. Nee. Nou, dat wil ik horen ook. Nou, om een kort verhaal lang te maken. Rob scheert zich in het donker. Dan kan je zeggen, ja, waar slaat dat op om 5 minuten het licht uit te doen? Ach, maar ieder jaar 365 keer 5 minuten is toch een hoop licht. Nog een tuintipje, Hanneke. Dat is een tip om zelf groenten, fruit, kruiden zoveel mogelijk zelf te produceren. Hanneke en Rob leven anno 2012 niet meer als extreme vrekken, maar ze leven nog wel bewust. Via internetsites en columns geven ze andere inspiratie. En we kennen echt heel veel mensen die ook hun leven eigenlijk toch wel een beetje veranderd hebben. Die niet meer de slaaf zijn van hun eigen speelzucht, zo zou je het kunnen noemen. En dat voelt gewoon ontzettend lekker. Het maakt je leven gewoon rustiger. Morgen in de serie Consuminder Wat, de ruilwinkel in Alphen aan de Rijn. Tot ziens! Dat was hem dan weer. Ook wat? Stuur een mail naar tiswat@omroepwest.nl. En ik zeg tot morgen!